Jij zegt het, van Connie Palme is, ik weet eigenlijk niet wat het is. Het is een roman, maar het is tegelijkertijd een biografie van twee mensen die niet bij naam genoemd worden in het boek, maar te maken hebben met Sylvia Plath, de dichteres, en haar man Ted Hughes. Het is een fantastisch boek. Ik heb het echt opgefroten terwijl ik het aan het lezen was. En tegelijkertijd was ik stik en stik jaloers. Ik dacht, hoe krijg je het voor elkaar om een boek te schrijven waarvan je weet dat het ongelooflijk goed geresearched is. Heel erg veel feiten uit die levens heeft ze gedestilleerd. Ze heeft volgens mij alle brieven en dagboeken van die twee mensen gelezen. En dat heeft ze omgegoten in een verhaal dat, nou ja, groter dan het leven is. En je gaat helemaal mee in de karakters van deze twee. Je zit in hun hoofd, of vooral in het hoofd van Ted Hughes. En je ziet heel erg mooi de tragiek van een dichteres die eigenlijk haar eigen talent niet aan kan, of daar buitengewoon onzeker over is. En daar ook eigenlijk aan haar eigen talent ten onder gaat. Een boek dat mij ongelooflijk heeft meegesleept en waarvan ik dacht, dit had minstens 600 bladzijden dikker moeten zijn.